Wij hebben vandaag als gast Hans Metzger. En Hans, welkom. Hallo. Tof dat je er bent, man. En Hans werkt al een hele poos in een jeugdgevangenis, in het onderwijs, als muziekdocent. Ja, en Mark, wij hebben heel veel vragen aan hem, toch? Ja, toch? Ja. Hans, nogmaals, welkom. Hoe ben jij ooit hierin terechtgekomen? Hoe ben je erin gerold? Wat was nou consistent? Al 8 jaar geleden ingerollebold. Hoe komt dat zo? Ja, man. Ik was aan het werken als bandcoach in het jongerenwerk in Rotterdam Zevenkamp. En dat is bandklas. Zeg je dat iets? Dat bandcoachen? Wel iets ooit een keer van gehoord. Dan ga je kinderen achter een drumstijl zetten. Ja. Zo moet je doen, boom, klats. En dat moet je herhalen en dan ben je aan het drummen. Maar kampen, man, Zevenkamp is heftig. Wat zeg je? Even Zevenkamp is wel heftig. Ja. Ja, misschien wel. Maar de sfeer is goed en het is volks. Ja, dat, weet je? Ja. En ik was er op woensdag en zondag en met de kids aan de slag. Beetje gitaar leren spelen, basgitaar, drums, toetsen. En ik koos het allereerste erbij wel enigszins thuis. Ja. Meestal op gitaar, maar de rest van de instrumenten gewoon zelf aangeleerd op gehoor en zo. Weet je? Dus dat is ook dan de message naar die kinderen. Mm-hmm. Je kan dit zelf. Google het, kijk op YouTube, kijk kijk de kunst af bij mensen. Fix het zo. Ja. En dat ging lekker. En op een gegeven moment een buikschuiver gemaakt en me een tijdje rustig aan gedaan. Ik heb alleen nog muziekles gaan geven op basisscholen. Met mijn cajon en mijn gitaren en mijn shakertjes en mijn shit. En dan met de kinderen lekker geïmproviseerd muziek maken. Was dope. Maar dat was op een gegeven moment, het schoorsteen rookte gewoon niet hard genoeg. Dat is gewoon wat het is. Dus je zoekt op een gegeven moment wel een betere baan, een vaste kick. En, toen kwam de baan voorbij in de Hartelborg. Het was een groepsleider uit Zevenkamp die zei van, joh, ik heb je ooit een keer bezig gezien met de kids. Ze zoeken een muziekdocent hier, is het wel voor jou, kom je langs? Ja. En toen ben ik er naartoe gegaan. En toen voelde ik zo'n bal in mijn onderbuik van, dit is intimidating, wat een gekke sfeer en dikke grote deuren, sleutelbossen, boze jongens. En toen dacht ik van, getver man, ik vind het wel een beetje, nou ja, dat is intimidating, feitelijk. Mm-hmm. En toen dacht ik zo van, dus ik doe het. Want ik denk dat het goed is om dingen te doen als je het scary vindt of zo. Ja. Sowieso om bepaalde patronen uit elkaar te trekken waarin je zit. En de periode waar ik toen zat in mijn leven was, nou ja, het ging wel goed. Het ging niet slecht, maar ik was ook niet echt super happy of zo. Nee. En en dan ga je leren nee zeggen. Daar gaat het werk ook heel erg over, natuurlijk. Ja, zeker. En dat was echt typisch wat ik nodig had in mijn leven, zeg maar, om nee te kunnen zeggen tegen bepaalde dingen. Dus ik heb een beter leven gekregen vanwege de baan. Ja. Want we hadden het natuurlijk van tevoren over. Jij werkt dus in een jeugdgevangenis als muziekdocent. Ja. En het woord gevangenis zeg jij? Nou, ik hou het liever op jeugdinstelling. Dus een justitiële jeugdinrichting. Dat is wat het is, waar pedagogisch medewerkers lopen. En die aan de slag gaan met de jeugdigen. Want kan je een beetje voor ons omschrijven, en ook voor de luisteraars, hoe ziet zo'n dag van zo'n jongere er nou uit? Ook met wat qua school betreft eigenlijk. Nou, dagbesteding in een justitiële jeugdinstelling is onderwijs. Dat is vooropgesteld. Ja. Dus het idee van, ja, ze zitten daar te PlayStation de hele dag of tosti's te vreten of weet ik het. Dat is niet waar. Nee. Ze moeten gewoon verplicht naar school. Want het zijn voor de wet gewoon leerplichtige jeugd. Ja. Dus die gaan gewoon aan de bak. Dus het is ontbijten tot 8:30. Mm-hmm. En ze zijn gewoon 9 uur zijn ze op onderwijs. Weet je? Ja. En dat varieert. Van wat is natuurlijk een aanbod daar. Mm-hmm. Kijk, het onderwijs in de justitiële jeugdinrichting, tenminste in Spijkenisse waar ik dan werk. Yeah. Daar is de Aloysius Stichting. De school. VSO is dat? Nee, het is PO. Ik zeg het verkeerd. Oké. Primair onderwijs. Primair onderwijs, inderdaad. Ja. Daar. En die verzorgen gewoon het onderwijs, dus daar werk ik voor. En dan ben jij de muziekdocent. Wat zijn er nog meer vakken of dingen die daar gegeven worden? Moet je dan gewoon hetzelfde als op een normale middelbare school? Moet je denken aan Nederlands of wiskunde? Of, ja, dat is gewoon AVO wordt gewoon gegeven. AVO-vakken worden gegeven? Culinaire techniek wordt er gegeven. Er is een horeca-leerlijn. Techniekleerlijn, er is een arbeidstrainingscentrum, er is sport ook natuurlijk, best wel een big deal. Tof. Is daar en... ze willen allemaal kast worden daar, of niet? Nou, dat valt wel mee. Ik wil je kast toe. Ja, kast toe. Nou, er wordt wel goed op gelet, want het valt eigenlijk ook best wel mee, weet je, wat ik merk. Want jongeren die daar zitten, die zijn heel lang niet naar school geweest, dus die komen daar en die denken, Laat moet ik mijn school krijgen, nou, ik ben al 2 jaar niet meer geweest, wat de fuck is dit dan, weet je wel. Ja, dus die komen, dus dat is wel stress dan voor hun, want je zit in één keer op school, mensen gaan je checken, hè, zo van, is dit jouw handschrift, ziet er niet uit. Ja, wat is dat? Dat is gewoon verwaarlozing en stress, kun je iemands handschrift zien. Ja. En dan komt die faalangst naar boven drijven naar de tekst, toch? Ja, ga dan lekker naar rap schrijven hier, want het interesseert mij niks hoe je handschrift eruit ziet, weet je wel. Zo van, het ziet er artistiek uit, dat is wat ik zeg, moet je mijn handschrift zien, weet je, helemaal niet zien. Ja, want jij loopt daar dus rond als muziekdocent en jouw collega's natuurlijk ook als een bepaalde rol of docenten. Ja. Maar dan heb jij zo'n grote sleutelbos denk ik bij je. Ja. Zijn er nog meer dingen die je bij je moet dragen? Of, je hebt je pieper. Ja, dat is geweldig. Ja? Ja, daar wil je niet op drukken. Maar dat moet soms wel. Gelukkig is dat ding er. Want dan komt de schoonmaakploeg goed dus binnen, om het zo te zeggen. Nou, als je, de eerste keer dat ik op dat ding drukte, dat weet ik niet meer zo goed, maar de eerste keer dat die afging mij ook al, weet ik nog wel. Want je hebt ook een alarm aan een muur zitten, dus als de situatie bijvoorbeeld op wat voor manier dan ook ontspoort, en gewoon de verkeerde kant uit gaat. Ja. Dan kun je ook op een statisch alarm drukken, heet dat. Dat is gewoon een knop aan de muur. En wat er dan gebeurt is dat het alarm gaat af en dan komt iedereen naar je toe rennen. Gewoon iedereen die kan rennen, die rent. Dus het is best mogelijk dat er ineens 30 mensen in je lokaal staan. Crazy, hier aan de hand, hier aan de hand. Ja. Maar ik had een van mijn eerste lessen en ik zat met mijn hartjes tegen die knop. Tenminste, ik was op een stoel gaan zitten, ik kwam met mijn achterhoofd tegen die knop aan. Oh shit. Dus het lekker te chatten met die jongens en zo. En toen in één keer, bam, beelden, waterstezen. Maar dan denk je wel van, oh ja, oké. Maar dat ding, een alarm drukken, dat is hartstikke goed dat het er is. Want het is zelden dat het geweld op jou gericht is, want het zijn jongeren onderling natuurlijk. Dan worden de kaarten weer geschud bijvoorbeeld. Ja, want de jongeren die daar zitten, die zijn vanaf 14 jaar, heb ik dat goed? Of, Ja, 14, 15 toch? Ja. 15. Tot en met een jaartje of 24? Ja, kan. Zoiets? Ja, kan. Verschilt. Kan, verschilt, ja. Dus van 14 tot 21. Die leeftijd zie ik voorbij komen bijvoorbeeld. Want dat lijkt me soms ook wel eens lastig, want stel iemand zit daar voor een bepaald vergrijp en die zit er nou maar 3 maanden, maar iemand zit er misschien ook wel veel langer. Hoe dat onderwijsproces dan is voor diegene, dan wordt dat op maatwerk 3 maanden of, en die voor die andere is het 2 jaar, ik noem maar wat. Hoe geeft dat zich vorm eigenlijk? Enerzijds onderzoeken wat de ambitie van zo'n kind is, bijvoorbeeld. Waar liggen de interesses van zo'n kind? Het kind is leerplichtig, gaat dus naar school. Wordt op een gegeven moment ook wel duidelijk waar het talent van zo'n kind ligt. Als iemand langer moet blijven, dan zal er een leerlijn gekozen worden. Samen met een mentor. Zo van, joh, ga kijken of je bijvoorbeeld startkwalificatie kan halen voor een bepaalde school. Ja, nice. Van onderwijs ook, maar ook natuurlijk van de leefgroep zelf. Ja. Pedagogisch medewerker die zich daarover buigt samen met docenten. Zo van, kijken hoe kunnen we deze jeugdige het beste helpen. Ja. Want die komt op een gegeven moment weer buiten, die stikt van de potentie. Dus wat gaat die doen? Startkwalificatie halen voor een vakopleiding of beginnen, boeken importeren, let's go. Dat soort dingen. En dan als er op een gegeven moment een integratietraject komt, gewoon een STP-traject heet het dan. Dan kan het gewoon zijn dat het kind ook deeltijd naar school gaat. Dat zie ik ook vaak gebeuren. Er zijn gewoon heel veel jongeren die een opleiding volgen buiten. Die gaan werken. Als ze de mogelijkheid daarvoor krijgen. Ja. Want de maatschappij is ook heel hard voor die kids. Dus dan heb je contact met de school van herkomst. En er wordt daar gesproken met een mentor. En dan wordt ervoor gezorgd dat hij gesloten in elk geval gewoon door kan met zijn studie. Dat is wel mooi dat het er eigenlijk is. En jij zei ze beginnen dan om 9 uur, zeg ik dat goed? Ja, om 9 uur. En dan hebben ze tot een bepaalde tijd lessen. En dan lunchpauze, of hoe gaat dat in zijn werk? We zijn eigenlijk gewoon van 9 uur tot 11:15 aan de slag. En dan breng je de jongeren terug. En dan moeten ze weer gesloten en dan weer op cel. Even op cel en dan gezamenlijk eten. En dan wat luchten en dan is het 13:15. Beginnen we weer 13:15, 14:15, 14:15, 14:15. Dus 2 blokken in de middag, 2 blokken in de ochtend. Ja, crazy, want ik zit op 2 gedachten, want het is super mooi wat ze aangeboden krijgen. Maar ik probeer ook te denken, ik probeer ook de jongeren voor me te zien, toch zoals jij ze zou zien, ze komen binnen in een ruimte. En toch heb ik het gevoel van, het is toch een dark environment voor die kinderen natuurlijk, af en toe. Dat ze zichzelf wel echt staande moeten houden. Ja, man. En dat ze de meest gekke shit gaan uithalen. Dat je geen gezichtsverlies wil hebben. Dat man, dat is toch crazy, je moet daar gaan... Dus als je 7 van die boys voor je hebt die gewoon denken van ik moet mijn positie houden, homie, wat is ze dan? Dat lijkt me zo gek. Ja, want hoe groot zijn die klassen bijvoorbeeld? Nou dat, 7 max. 7. Ja. 7 max, het is de architecture van het klaslokaal, kun je er ook niet meer dan 7 kwijt. Het is gewoon te klein. Ja. En hoe ziet zo'n lokaal eruit? Kan je dat even voor ons omschrijven? Wat is dat? Zo dimensions, hoe ga ik het zeggen? Hoe groot is deze podcastruimte nou? Ik denk 4 bij 4 denk ik. Misschien 2 keer dit. Ja, 2 keer dit. Het is misschien 2 keer dit en dan iets hoger plafond. En wat betreft de ramen, ja dat zijn gewoon smalle ramen. Ja. Die kunnen niet open denk ik. Nee man. Nee man. En dan wil je dat goed geairconditioned hebben. En er zit af en toe flink de deur op een kier. Dat is het. En die dark environment wat je zegt. Ja, je kan de boel wit schilderen wat je wil natuurlijk. Nee, die dog-eat-dog environment. Je weet toch, dus dat dog-eat-dog environment. Yeah. Oh. Ja, maar dat is buiten ook, man. Yeah. Voor die boys. Yeah. En voor heel veel mensen is dat zo. Yeah. En ik denk dat als je dan helemaal gesloten zit, ja, dan heb je wel een compressie-effect. Ik denk dat je dan sneller van 0 naar 100 kan. Yeah. Want er is minder plek om je te verbergen. Yeah. Maar ja, goed, het is ook tegelijkertijd een plek van meditatie. Ja. Want het is, daar heb je op zich ook wel een kleinere ruimte voor nodig om ja, weet ik veel wat, to face the music of zo. Ja. Moet ik zeggen. Ja. Van oké, dit zijn mijn valkuilen. Oké, ik zie dit. Ja. Let's go. Ik ga aan de slag met mezelf. Dan ga je nadenken over van, hoe komt het eigenlijk dat ik... Waar komt die agressieproblematiek vandaan? Dat is gewoon waar het hele ding over gaat. Ja. Het is niet zo van dat je ingesloten wordt en dat er dan gewoon... gekeken wordt van zo, wat gaat er gebeuren? Nee, daar komt de behandeling bij kijken, weet je wel. En, dus het is wel goed dat je up close and personal kan in die zin. Ja. Plus ook nog eens een keer dat je natuurlijk een klas hebt van 7 mannen maximaal. Waar ik ook altijd wel zeg tegen die jongens vanaf het begin. Als ik ze leer kennen van joh nou, het is allemaal messed up natuurlijk wat er is gebeurd nu in je leven. Maar je zit wel, je zit nu wel met 7 man in een klas. Hoe luxe is dat? Go figure. Eerst zat je met 32 jongens in een klas en iedereen checkt elkaar. Is ook geïntimideerd van elkaar. Yeah. Maar het is versluierd, het is aloof, weet je wel. Kom niet dicht bij mij, kom niet dicht bij jou. Mm-hmm. Yeah. Maar de dreiging is er wel. Yeah. En dan kunnen ook andere mensen in die klas denken zo van... Oeh, de sfeer in deze klas, ze voelen het allemaal aan. Yeah, yeah. Yeah. En dan zeg ik tegen hen van luister, nou zit je hier met 7 man. Als je down raakt met elkaar, dan ga je een hoop kunnen bereiken. Want je krijgt persoonlijke aandacht van een docent. Je kan als je wil stappen maken, nou dat lukt je soms niet eens op een school waar je bij een grote klas zit. Dan ben je zo gestrest van je omgeving en zo snel afgeleid van alles en nog wat er om je heen gebeurt. Ja. Kijk of je hier een grote stap kan maken en of je... Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. En dan, leerachterstanden, weet ik veel wat, shit met schrijven, lezen, noem maar op. Kom op man. Ja. Ja. Je kan het allemaal kan ons laten zien gewoon. Draai die lessen alleen dan? Met 7 van die gasten. Lijkt me niet toch? Ja, draai het alleen? Ja. Oké, nice. Ja, keihard. Ja. Nou, dat is gewoon, je hebt een band ga je krijgen met die jongens. Ja, dat wilde ik net vragen, want creëer je echt een band met die boys? Ja, dat heb je al snel natuurlijk. Ja. Dat heb je al snel. Maar dat hebben jullie ook. Ja, jullie zijn dit onderwijs toch? Ja, je voelt al snel hun voelen al snel of je oprecht bent. Ja. Ja, als je dat niet bent, moet je niet in het onderwijs gaan werken. Nee. Dat werkt met helemaal niks. Ik denk dat... Ja, ga maar verder. Nou, ik denk dat je als mens überhaupt niks volhoudt als je niet oprecht bent in hetgeen wat je doet. Ja, precies. Ik ben wel van mening van naarmate het niveau... Ik wil niet zeggen dat die boys daar binnen een laag niveau hebben, want ik merk ook dat het wel heel gemixt is. Maar ik merk ook wel naarmate het niveau verlaagt. Is dat het juiste woord? Mag ik dat zeggen? Hoe lager het niveau is op papier vanuit de overheid... dat de kinderen meer op de band leunen. Dus dat je meer makkelijker de relatie aan kan gaan. Of zeg ik nu iets heel geks? Want dat is iets wat ik zeg omdat ik heel veel ervaring heb in het VMBO. Hè? Ik bedoel, van toen ik nog op school zat, heb ik vaker gezegd in de podcast... wilde ik niks weten van mijn docenten, bro. Blijf daar, ik heb de fuck out of mijn face. Weet toch, ik kom hier gewoon op mijn cijfers staren. En die uitzonderingen daar van docenten was ik soort van freks mee. Ja. Maar ik merk ook dat die leerlingen... wel echt gewoon cool met je zijn. Of niet cool. En ik ga ervan uit dat het daarbinnen ook hetzelfde verhaal is, toch? Dat ze je echt gewoon aanvoelen van, ben je oprecht met ons? Als je oprecht met ons bent, dan kunnen ze enigszins met je... Over wat je zegt, zo van dat als het niveau lager is, dat dan misschien de band... dat ze dan meer op een band gaan met je of zo. Dat is... dat is wel interessant. Dat zou kunnen. Ja. Het zou kunnen dat het met een cognitief niveau te maken heeft. Ja. Maar het kan ook zijn dat het, denk ik, dat het te maken kan hebben met de mate waarin een kind beschadigd is, verwaarloosd is. Ja, dat kan ook. Ja. Dat hij op een band gaat, want een kind kan bijvoorbeeld ontzettend verwaarloosd zijn. En ineens denken zo van, oh, ik heb nu eindelijk een band met iemand. Of het kind kan denken zo van, ik ben zo verwaarloosd en ik ben eraan gewend. Ik hoef helemaal geen band met jou. Ja. Ja. Want ik weet toch al dat ik hem kwijtraak met een scheet. Want zo is het al jaren na. Ja. Maatschappelijk werkers die even langskomen, ze zijn in beeld en ze zijn weer weg. Ze komen naar ze gaan. Wat ik bedoel, weet je wel. Of ouders die het scheef schaatrijden, ik noem maar wat op. Ja, het is lullig dat het gebeurt, maar het gebeurt. Dat is wat het is. Ja, die hechtingstoornissen natuurlijk. Hechtingstoornissen, ja. There you go. Dus die willen helemaal niet op band, want die zitten daar niet. Dus het zijn allerlei factoren die kunnen bepalen of een kind op een band gaat, ja of nee. Ja. Maar het is wel aan jou om te checken van, oké, wat zit erin? Waar kan ik een inlet vinden? Want het is jouw plicht om iemand iets aan zijn verstand te krijgen. Ja. De hoop natuurlijk op een band, want een band is iets wat alles kracht bijzet en versnelt. Ja. Ja. Je kan ergens een boek neerkwakken voor iemand zijn neus of je gaat maar doorlezen en heb je werk gedaan als docent. Ja. Of je weet dat je een band hebt en je kan met allerlei kunst- en vliegwerk maatwerk leveren en gedetailleerd met een kind aan de slag. Ja. En dat het kind ook nog eens denkt van, ik heb eigenlijk iemand, weet je wel, waarvan ik het gevoel heb dat hij me begrijpt. Begrijpt zo. Ja, maar dan heb jij nog ook een extra mooi vak, want wat verbindt er meer dan muziek eigenlijk? Zo, maar echt hè. Muziek is alles, man. Gekhuis, man. Ja. Muziek is alles, man. Hier. Ja. Dit hè? Ja. Dit is echt, dit is de mindfucker gewoon van alles. Ja. Toch? Dat is die verbinding, die muziek, jongens, even serieus. Dat is een language, man, dat is universeel. Dat is een taal, weet je. Ik zeg ook vaak tegen hun, luister, je kan echt naar de andere kant van de wereld gaan, ga lekker in Korea zitten of zo, weet ik veel wat je doet. Je gaat gewoon muziek maken, je hoeft niet eens de taal te spreken, maar mensen geven je, kom op, weet je wel, je kan er vrienden mee maken, noem maar op. Want hoe ziet zo'n muziekles er dan uit? Hè? Hoe moeten we dat ons proberen voor te stellen? Heb je een soort studio? Of heb je los een gitaar staan? Of heb je dope DJ-gear? Neem ons even mee in jouw les, zeg maar. Hoe ziet het eruit? Het lokaal is een... Het doet me denken aan deze podcastruimte. Want jullie hebben natuurlijk die tafel in het midden staan met die schermen erop, toch? Met die phones en shit, speakers. En je lijkt ook echt op mij daar ook gewoon. Pas maar even je bril dan. Achter je beeldscherm zitten zo. Nee, je moet het zo voor zien. Het is te gek, het is een tof lokaal. Ik heb hem gepimpt is niet het woord of zo. Ik bedoel, je moet roeien met de riemen die je hebt. Toen ik kwam werken, was het een soort van magazijn voor tafels en stoelen. En ik ben een boel leeggetrokken. En kun je hier les geven? Ja hoor, zei ik. En ik heb instrumenten van huis meegenomen. Ik heb het volgezet met instrumenten. En ik denk aan de slag hier ook. In het midden van de ruimte staat een tafel. Er staan satellietspeakers naast en een subwoofer onder. Beeldscherm. Ik heb die gecurvede Dell en MacBook, Logic draaien. Nice. Ja, Logic is wel het ding hoor. Ja. En dat kon ik na 3 jaar dat doen toen ik werkte. Ik heb voor die tijd alleen maar met de gasten geïmproviseerd muziek gemaakt. Dat was ook heel tof. Alleen ik ben met mijn gehoorbeschadiging komen te zitten in die tijd. Dus ik was wel blij dat Logic kon komen. Omdat je dan natuurlijk ook, eigenlijk heb je dan ook bewijs van wat je hebt. Dus je kan bijvoorbeeld in leerlingvolsystemen, dat is natuurlijk bewijslast. Ja. Oké, wat heeft hij gedaan? Nou hier, check deze mp3. Weet je wel? Ja. Prachtige barsbassen. Je OPV, DLB, weet je wel. Zet je zo van nou, dat is de moraat. Het komende half jaar ga je bezighouden met het schrijven van een logboek. Dat gebeurt. Ja, dat is wat ik moet doen. Ja. Ik geloof het, die boys denken daar echt niet. Maar dat is ook muziek toch? Ze laten zich volledig gaan dan. Ja, maar helaas. Zit het dan met name in het rapgedeelte? Of is er ook iemand die zegt van, is er een piano of een viool? Of rap is wel volkskunst nummer 1 of zo. Dat is natuurlijk wel het ding. En ik snap dat ook, want het heeft ook gewoon veel spread en reach en contact. En het gaat over jeugd en het gaat ook heel vaak over waar de jongens zitten met hun mind. Nee, wat ik net zeg is gewoon echt een spelletje voor de jongen. Ja. We noemen het spelletje van de jongen, maar het is gewoon nu het geluid van het volk, toch? Ja, zeker. Dit lokaal is nog niet af. Dus ik heb die speakers daar en ik heb dat mengpaneel daar staan, want de digitale drumstijl, de digitale piano, microfoons, die zijn allemaal gerouwd via een mengpaneel. Ja, wat voor microfoons hebben jullie daar? Oh, ik heb van die AKG's. Van keihard. Sorry. Ja, gewoon net niet de goedkoopste hoor trouwens. Nee. Wat apart is het dus, trouwens, is waar ik achter kwam toen ik begon. En de hele muziekruimte is dan eigenlijk een vocal booth waarin je dus kan zingen en kan rappen. Maar kan een aparte vocal booth, dat is natuurlijk ook onveilig. Dus, ja. Jongens, de hele ruimte is een vocal booth. En als we gaan zingen of rappen, dan gaan de speakers uit, want anders krijg je natuurlijk feedback. Ja. Wat is feedback? Bam, dan heb je weer een hele leuke les natuurlijk. Ja. Nou, iedereen zit met een hoofdtelefoon op zijn knar. Alle hoofdtelefoons die worden gesplit via een hoofdtelefoonsplitter. Ja. Ik ging stuk, jullie hebben hem ook. Hij doet het niet aan één kant. Ja, maar er zit een balansknop op. Dus er zitten, ik heb 7 hoofdtelefoons. Er zit nog een hoofdtelefoon op mijn hoofd. Dus als er, het talent achter die microfoon gaat, dan is iedereen helemaal stil zo. Oh, nice. Dus wat gaan ze dan leren? Ja, dan leren ze ook rudimentaire ICT-skills natuurlijk. Op die Mac, dat smartboard, dat is dan het tweede beeldscherm. Dat is geweldig, want ik kan voor dat smartboard oreren. Check dit. Logic openen, open je Finder, importeer een track, dit, dat. En dan wordt de hip-hop gemaakt. En dan maak je, als docent, creëer je een proces waarbij al die jongeren eigenlijk eigenaarschap hebben over wat daar gemaakt wordt. Ja, dope man. Ook al ben je geen raptalent, kun je wel aan de slag met een stukje productie. Ja. En editen. Ja. En leren hoe Logic werkt. Ik heb 1 MacBook, dus dan zit je met 7 jongeren wel de max. Gelukkig heb ik een hoop speelgoed. Dat je ze allemaal bezig kan houden. En dan kom ik nog bij jouw opmerking. Ja, tuurlijk is een digitale piano. Ja. En het toffe daarvan is dat je er gewoon met een hoofdtelefoon op kan werken. Zodat je als boys echt die focus krijgen op werken met Logic. GarageBand, misschien voor de luisteraar die niet weet wat Logic is eigenlijk gewoon een muzikale Photoshop eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als je een bepaalde tune hebt of zo en je wil dat die tune gewoon een dikkere kont krijgt, dan kun je de bas omhoog draaien. Dus hetzelfde als Photoshop kun je hetzelfde doen. Ja. En, verrek denken ze dan. Dus het kan ook een kind zijn die denkt zo van, nou, dit is voor mij gewoon al die buttons die je kan pushen, overprikkeld. Van helemaal niks. Het kan. Nou, dan kan ik op piano iets leren, samen met een hoofdtelefoon op. Of achter digitaal slagwerk, of gewoon met een gitaartje. Oh, dat maatwerk, die maatwerkopmerking van mij, kan echt, maar dan moet je wel natuurlijk dus de hele machine laten draaien eerst. En dan moet je ook eens wel voor elkaar hebben dat die groepsdynamiek zodanig is dat ze die aandacht kunnen verdelen met elkaar. En dat de rust in die tent er is. Oh, ik ben benieuwd man, ik vind dat echt tof. Welkom, kom gewoon eens kijken. Vooral dat ik zelf ook nog steeds muziek maak. Ja, hoor je wat die zijn, mooi? Ja, dat kan komen kijken. Ik hoorde het. Ja, ik wil ook wel een keer komen kijken, maar ja, leuk, ik kom er samen met Ben. Ja. Wil ik ook komen kijken. Ja, dat is echt leuk. Ja, toch? Echt een leuke dag hebben. Je hoort gewoon goede muziek voorbij komen, dat is echt waar. Ja. Want daar ging het net over, toch? Die universele taal of zo. Maar dit kan voor heel veel jongeren ook echt. Zeggen ze van ja, dat afreageren. Het is goed voor kinderen om af te reageren op een trommel. Maar ik zie dat eigenlijk maar zelden dat ze een. Kan je het op een trommel gaan lopen. Want het gaat over een meditation. Je bent nu hier en dit is nu wat het is. En we gaan elkaar leren kennen. Dus nou ja, let's go. Ja. Dus het is heel duidelijk wat de missie is daar. Ja. In plaats van een vocal booth kan je een vocube proberen aan te schaffen bij je werkgever. Ik weet niet wat dit is. Dus een vocube is een soort van kubus die op je microfoon zet. En dan haal je alle reflecties in de omgeving haal je weg. Dus, is het educatief, leerzaam ook meteen? Tips? Nee. Ik vind dat een heel tof ding, maar ik weet niet wat je bedoelt. Ik heb wel nu zo'n vissencom. Zo'n halve geval. Ja, die heb ik ook thuis. Doorgezaagde trommel. Ja. Ik had er vroeger thuis zelf eentje gemaakt. Ik had zo'n floortrom doorgezaagd. Toevallig heb ik van Ryan gisteren geleerd van dat je alsnog dus resolutie en reflectie vanuit de omgeving krijgt. Want je hoort nog steeds dan de ruimte, maar met zo'n vocube ook via microfoon heen. Dan zit je gewoon in de ruimte, maar dan pakt hij alle van de reflecties haalt hij dan weg. Ik heb vloerbedekking, ik heb een hoop shit aan de muur hangen. Nice. Ja, sowieso voor dat. Ja. En ik denk dat ik met het reflectiescherm wat ik nu heb, dat die jeugdige net genoeg privacy biedt, dat hij zich nog enigszins kan verstoppen. Want het is soms wel een big deal. Al die ogen op je, terwijl je daar misschien voor het eerst achter de microfoon staat. Zijn jongens die hebben al wat meer ervaring, maar er zijn ook nullen bij, die hebben nog nooit überhaupt iets met muziek gedaan, of die weten niet eens dat ze een muzikale gift hebben, maar daar ben je snel genoeg achter. Ja. En als je zo iemand dan iets kan leren op een piano, of weet ik veel, op een gitaar of zo, ik zit je aan te kijken zo van, doe ik het goed? Ja, je doet het echt heel goed, je doet het zelfs bovenmatig goed. Wat bedoel je? Ik zeg niet, je doet het zeg maar bovengemiddeld goed. Dat is al, je speelt echt verschrikkelijk goed. Ik begrijp niet hoe jij deze grepen onthoudt, vasthoudt en direct een ontzettend goede heldere toon uit de gitaar weet te toveren. Waar kom jij ineens vandaan? Ja. Dus, hè? En dan gaan ze door en dan staan ze helemaal versteld van wat ze voor elkaar kunnen. Je wist niet dat het dit kon, man. Ja. Zeg maar, je hebt geen flauw idee wat je allemaal kan, man. Ja. Weet je wel? Ja. Snap je? Soms, dus je kan dus boys in de leerstand krijgen, dat vind ik het allerbelangrijkste van wat de muziek is. Dus niet de illusie hebben zo van je gaat ze kwintencirkels aanleren of zo, of met elkaar dat soort shit, een noten lezen. Ik lees zelf geen eens noten, dus ik kan het helemaal niet leren. Het is een jam class, dat is feitelijk wat het is en dat is feitelijk wat live should be, denk ik dan wel eens, weet je wel. Trial and error en gewoon proberen op je gevoel shit te benaderen. Bereid het gewoon niet voor, want het loopt altijd anders. Ja, dat is muziek maken toch? Ja. Ja. In de leerstand komen, probeer dat brein te ontspannen, weg met alle stress, let's go. Ja. Hoppakee, jump in, water's warm. Ja. Hey Hans, ik wil jou echt hele toffe dingen vertellen, zeggen. En ik wil eigenlijk, want we gaan al richting het einde van deze podcast. Nee, ik wil even vragen of je wil blijven zitten. Dan maken we er nog eentje. En om de luisteraars een beetje te teasen, dan wil ik het ook even hebben over jouw eigen muziek, je ambities daar eventueel in. En nog een klein stukje ook over de jeugdgevangenis, over hoe lang de lessen duren en dergelijke. Daar wil ik nog even op terugkomen. Wat wij ook doen tijdens deze podcast is het laatste woord. En het laatste woord is voor degene, vaak is het voor onze gast. En die sluit deze podcast dus af. Dus dan worden de microfoons van Marv en van mij die worden afgesloten. En dan mag jij iets vertellen, iets zeggen. Mag ook kort, mag ook wat langer. Waar je je prettig bij voelt. En dan gooi ik alvast die tune erin. En dan mag jij het laatste woord. Vind je dat goed? Nou, pressure zeg. Ja? Oh my god. Ja, inderdaad. Wat moet ik brengen? Je mag iemand goed doen. Je mag een SO doen, je mag ons bedanken, je kan zoveel dope dingen doen. Let's go, ja hoor. Dan ga ik alvast die tune erin gooien. Gooi de tune erin. Ja? Ja. Dan bedank ik alvast onze luisteraars. En dan gaat de microfoon van Marv, please mij gaat dicht. Hans, let's go. Dit is mijn laatste woord. Yes. Oké. Nou, jullie worden bedankt voor de ontvangst sowieso. Het is fijn om iets te kunnen vertellen over mijn werk, wat ik erg van hou. Wat ik heel fijn vind om te doen. En ik ben blij dat onbevoorheid erin te springen. Ik was niet voorbereid eigenlijk en dat is het mooiste wat het is. En ik heb nog wel allerlei gedachten gehad, zo van ik ga dit vertellen, ik ga dat vertellen. Ik vind zo belangrijk, ik vind zo belangrijk. Maar ik had me een week vergist in deze afspraak. Dus ik stond hier vorige week om deze tijd, stond ik voor de gesloten deuren. Toen dacht ik van hè? Toen keek ik op mijn WhatsApp, toen zag ik van oh god, ik ben een week te vroeg. Toen heb ik eigenlijk alles laten vallen.